jij daar. Wat leuk dat je kijkt. Het is wel een beetje gek, hè? Je hoort iemand praten, maar je weet helemaal niet wie dat is. Maar ik beloof je, als jij goed blijft luisteren en kijken, kom je daar vanzelf achter. Dat doet me eigenlijk wel een beetje denken aan een Bijbelverhaal. Ken jij Samuel? Nee, nee, dit meisje, dat is niet Samuel. Dat is Madeline, mijn dochter. Ze had heel veel zin om naar het leukste kinderplein van Nederland te gaan tijdens de Pinksterconferentie. Echt super jammer dat dat niet doorgaat. Maar door het kijken naar deze filmpjes of daarbij te helpen, zoals Madeline, is het net of we toch samen het vurige feest vieren. Maar weer terug naar Samuel. Dat was een jongen van ongeveer jouw leeftijd. Hij woont samen met de oude priester Eli in de tempel van Silo. De tempel was een heilige plek. Een speciale plek waar God geëerd werd. Maar deze tempel was extra bijzonder. De heilige kist, of zoals andere mensen dat zeggen, de ark van het verbond, werd daar bewaard. En dat staat symbool voor de aanwezigheid van God. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Samuel en Eli en de Heere God daar wonen. Nou, op een nacht slaapt Eli in zijn kamer. En Samuel slaapt in de tempel, dicht bij de heilige kist. Nou, ik snap wel dat hij dat plekje uitkoos. Want eerlijk gezegd ben ik een beetje bang in het donker. Ja, en het lijkt me echt wel heel eng om in zo'n donkere tempel te slapen. Dus ik vind het super slim van Samuel dat hij zo dicht bij de Heer gaat slapen. En als hij dan zo lekker dicht bij de Heer diep ligt te slapen, klinkt er opeens een stem. Samuel? Ja, zegt Samuel. En hij loopt vlug naar Eli. Hier ben ik. U hebt mij geroepen, toch? Maar Eli zegt, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer slapen. En Samuel gaat terug naar dat slaapplekje naast de heilige kist. Maar weer klinkt er een stem. Samuel? En weer gaat Samuel naar Eli en zegt, hier ben ik. U hebt mij geroepen, toch? En Eli zegt weer, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer slapen. Ja, Samuel herkent de stem van de Heer namelijk nog niet, want de Heer had nog niet eerder tegen hem gesproken. En voor de derde keer klinkt de stem en voor de derde keer gaat Samuel naar Eli. En dan begrijpt Eli dat Samuel steeds wordt geroepen door de Heer. Ga maar weer slapen. En als je weer geroepen wordt, zeg dan, spreek Heer, hier ben ik. Ik luister. En dat doet Samuel. Hoe gaat het nu verder? Wordt hij nog een keer geroepen door God? Hoe het nu verder gaat? Ja, Samuel wordt zeker nog een keer geroepen. Dat kun je in de Bijbel lezen. In 1 Samuel 3 staat dat. Maar weet jij wat er nog meer in de Bijbel staat, Madeline? Nou? Dat jij geroepen bent door God. Ja, echt? In Jesaja 43 staat dat God jou bij je naam geroepen heeft en dat je van hem bent. En een heel stuk verder in de Bijbel zegt Paulus tegen ons allemaal dat wij, ook jij dus, allemaal geroepen zijn om heilig te leven. Wat is dat heilig leven? Wat is heilig leven? Nou, dat is leven zoals Jezus dat zou doen. Dus heel erg op de Heer Jezus gaan lijken door van de ander net zoveel te houden als van jezelf, het meeste van God. Dat is wel een grote uitdaging. Maar net als Samuel werd geholpen door Eli om de stem van God te begrijpen, hebben wij ook allemaal een superhulp, de Heilige Geest. Hij helpt jou om steeds te begrijpen wat God tegen jou wil zeggen als je bijvoorbeeld in de Bijbel leest of als je nadenkt over je vrienden of vriendinnen of als je je zorgen maakt over zieke mensen of als jij je misschien wel afvraagt wat jij voor een ander kan doen. Ja, je vroeg je misschien aan het begin van het filmpje wel af wie er nou bij die stem hoorde. En daardoor ging jij misschien wel extra goed luisteren. Of je ging heel geconcentreerd naar dit prachtige kunstwerk kijken. Nou, dat is een hele goede houding. Want dat helpt ook als je de stem van God wil begrijpen. Want wat God van jou vraagt, is niet altijd makkelijk.
Hij vraagt van je of je wil bidden voor kinderen die je misschien wel pesten. Of van je vijanden houden. En dat lijkt wel precies omgekeerd wat wij graag zouden willen doen. Ja, ik zei het al. Het omgekeerde. Want Samuel moest uiteindelijk ook iets tegen Eli gaan zeggen wat hij helemaal niet zo leuk vond. En wat hij eigenlijk helemaal niet wilde zeggen. Maar hij deed het wel omdat God het van hem vroeg. En nou denk jij misschien, maar ik kan dat helemaal niet. Dat is veel te moeilijk voor mij. Nou, maar ik weet zeker dat jij dat kan. Want ook jij hebt de Heilige Geest in je. Dat vieren we dit weekend, hè? Dat bij iedereen de Heilige Geest is gekomen. En dat jij dat ook kan. Luisteren naar wat God van jou vraagt en wat hij tegen jou wil zeggen. En dat wordt nou jouw challenge voor het komende jaar. Dat jij je heel goed gaat concentreren en je afvraagt, wat wil God nou tegen mij zeggen? Nou, Madeline, dank je wel dat je ons zo wilde helpen met dit filmpje en zo'n mooi kunstwerk wilde maken. En ik heb nu al zin in volgend jaar. Gaan we jou dan zien? Tot volgend jaar. Doei!